Koptelefoon af. Mijn koptelefoon is af. Alles draait. Alles neemt op. Ja. Dat lampje brandt daar. Oh, sorry. Het lampje daar brandt. Oh ja, aantekeningen. Nou, de volgende wasstraat weer. Dat is een tijdje geleden. Ja, zomerstop. Echte lange zomerstop. Heerlijk. Of tenminste, eigenlijk niet, want ik heb gewoon gewerkt. Ik niet. Ik ben zo aan vakantie toe. Ja. Heel erg. Ik heb ook wel wat... Nou ja, in die periode tussen de vorige wasstraat en deze heb ik echt wel gewerkt. Ja. Dat is al heel lang geleden namelijk. En we zijn verhuisd. Ja, zoals je ziet vertrekken we vanaf een ander punt. Ja, we vertrekken vanaf de andere vestiging. Dus iets minder... Inspirerende omgeving. Ja, dus niet meer het kleinstedelijke, de mooie architectuur van de vorige eeuw. Of hier hebben we de prachtige containerwoningen om ons te inspireren. Oh ja, kijk op kant B, dan zie je ze langskomen. Maar goed, heb jij nog wat te vertellen? Want, Nou, grappig, gisteren was ik dus bezig met de vorige wasstraat. Om die te editen. Dat is heel erg raar, want deze komt waarschijnlijk ergens september echt uit. Maar ik hoop, morgen hoop ik hem dan toch echt af te hebben, nummer 29. En dat, ja, die was wel hilarisch. Dat is, we twijfelden nog een beetje over of dat wel een goede was. Maar, ja, wat zal ik zeggen? Er is niet zo heel erg veel meer... Ik heb niet meer de diepzinnige gesprekken met mensen over bijvoorbeeld kunst en over wat is content nou precies. Die zijn een beetje uitgebleven, want iedereen was op vakantie. Ah. Maar toevallig laaide die discussie gisteren weer op, zag ik via e-mail en allerlei andere media. Namelijk... Wat is content en zijn bijvoorbeeld formulieren, is dat content? En de content consultants die zeiden natuurlijk allemaal, ja, formulieren zijn content. Nee, dat zeiden juist zeiden ze niet. Oh nee, ja inderdaad, één van de twee. Ik ben de ander. Eén zei van niet, ik zei van wel. Ja, en ik tenminste, ik dacht van wel, ja, ja. Overtuig mij als het niet zo is. Het argument was, het is geen content, want het is functionaliteit. En... Ja. Ja. Ja, en mijn stelling is dat het eigenlijk, weet je wel, we hebben nu een soort van opleving van in de webwereld van content first en content is weer opnieuw king en dat is de kern van je website en bla bla bla. Maar uiteindelijk is het een ingrediënt, denk ik. En het is iets, misschien een heel erg belangrijk ingrediënt voor dingen, voor websites bijvoorbeeld. Maar voor formulieren is het er gewoon een van de factoren die ervoor kan zorgen dat een formulier werkt. En het is dus functionaliteit en er zit een stuk opmaak bij en er zit een stuk copy bij. Dus ja, oké, maar als je nu heel globaal gaat kijken. Ja. Bijvoorbeeld, 10 jaar geleden bedacht je, het zou leuk zijn als we niet alleen artikelen online zetten, maar als mensen er ook op konden reageren. Mm-hmm. We hebben dus qua content items... een artikel nodig. Yep. Check. En een formulier. Dat is toch gewoon content? Dat is toch gewoon de inhoud van de website? Dat is toch gewoon ja, zeker, de noodzakelijke elementen die... En dat functionaliteit is. Yeah. Ja, is maar een, ik geloof dat het dan ook... Dan is een link ook geen content, ja. Ja, dat is nog wel interessant inderdaad. Nou, ik denk juist dat een link eigenlijk... Die maakt eigenlijk iets tot een web, op echt een specifiek stuk webcontent. En ja, of dat interactie is of dat je dat kan zien als een metaforische link naar andere documenten. Ja, dan moet je dan maar een beetje gaan uitvogelen hoe dat echt in zijn werk zit. Ja. Kan ik dit raam open doen? Ja, hè? Ja, dat kan. Kijk hoor. Oh, dat is een ander raam. Je achterraam werkt ook. Ja. Dit raam niet. Nee, dus dan kunnen we nu wat hebben van frisse lucht voor Fusilis. Maar ik denk Ik vond het wel mooi, daar kwam Paul van Buren reageerde erop.
jullie hebben te veel tijd. Ja. Who fucking cares of het content is of niet? Nou ja, daar heeft hij wel gelijk in natuurlijk. Nou ja, ik denk dat de kern ook een beetje is dat we... Maar wat maakt het ook uit? Waarom zou je willen weten of een formulier content is? Nou, je wilt het weten als je de taakverdeling wil doen. Ja, maar het mag dus een contentstrateeg niet suggereren om een formulier op een pagina te zetten als je besluit formulieren zijn geen content? Nou, als je bijvoorbeeld in een oud bedrijf werkt en af en toe sluipt dat nog wel eens bij ons in de opdracht naar binnen. Dan merk je dus dat er een discussie is tussen interactieontwerpers die een formulier ontwerpen. Ja. En content consultants. Die zeggen van, oké, content consultant die zegt van ik wil dit bereiken met een pagina. Dat betekent dat deze content eerst komt, dan die en dan die. Ja. En dat daar een film komt of een video die heel makkelijk af te spelen is, weet ik van. Dus daar doen we allerlei uitspraken over. En dan zegt een interactieontwerper, wellicht terecht, van ho, wacht even, dat is iets wat ik ook doe. Dus misschien moeten we even daar samen naar kijken, nou ja, of weet ik voor wat. Kijk, maar dat hij zegt ho, want dat is iets wat ik ook doe, dat is natuurlijk onzin. Als hij zegt van... straatjes verdedigen, dat is niet interessant. Wat een goed idee. Ja. Maar wat dacht je hiervan? Ja. Als je de discussie aangaat, dan is het interessant. Maar inhoudelijk, zeker. Als je zegt van dat mag niet, want dat is mijn vak. Ja, dat is inderdaad raar. Gaan, maar dan heb je wel Maar vandaar ook dat die vraag interessant is. Waarom zou je dat onderscheid willen maken? Want dat doet er niet toe. Uiteindelijk maak je die site. En als je een heleboel specialisten hebt, doe je dat met een heleboel specialisten. En als je in je eentje bent, dan doe je het in je eentje. Ja, precies, ja. Dus het doet er niet. Nee. Voor het eindresultaat doet het er niet toe. Misschien dat het invloed heeft op de kwaliteit. Maar inderdaad, je zou het gewoon als team moeten doen. En als er... ik weet niet. Soms heb je wel heb je een situatie... Maar ik vind het wel interessant. Ik filosofeer graag over dit soort dingen. Ja, ik ook. Want wat is nou de definitie van responsive en adaptive? Daar heb ik een tijdje geleden nog over geblogd. Dat vroeg ik me af. Ja. Want het wordt door elkaar heen gebruikt. Mensen zeggen, gebruiken dezelfde termen voor verschillende... waar ze verschillende dingen of tegenstrijdige dingen mee bedoelen ook. Mm-hmm. Ja, we doen deze site niet responsive, we doen hem adaptive. Ja, wat betekent dat? Ja. En dan dat is ook heel raar. Waarom zou je een technische keuze maken? Want het zijn eigenlijk technische beschrijvingen van hoe een website reageert. Ja. Maar ik zou juist zeggen van, ja, maar wat wil je eigenlijk bereiken? Zeg maar, wil je ervoor zorgen dat mensen... Ja, ik weet niet. Wil je mensen die op een fiets zitten ook bereiken? Nou, dan moet je misschien nadenken over mobiele webs. Over dat mobieltjes ook een doelgroep is. Maar dit zegt dus niks. Mensen met mobieltjes zitten op de fiets? Nou, de meeste mensen die vanaf een desktop browsen zitten niet op een fiets. Ja. Ja, dat klopt. Maar de meeste mensen die vanaf een mobieltje browsen zitten ook niet op een fiets. Niet per se, inderdaad. Nee, de meeste mensen niet. Exact. Ja. Nee, maar god, als het een fietsapplicatie is, of als het een fietswebsite is, die gaat over de dingen die je onderweg ziet op een fiets, dan kan je eigenlijk wel zeggen dat compatibiliteit met mobiele media, dat het wel handig is. Ja, dat die inderdaad niet al te afleidend moet zijn terwijl je op de fiets zit. Ja, precies, ja. En dat hij het alleen doet als je stilstaat, bijvoorbeeld. Ja. Kan dat eigenlijk al? Kan je... Weet een browser of je beweegt of niet eigenlijk? Je hebt wel wat bewegingssensors natuurlijk op devices zitten. Je hebt of het kantelt of niet. Je hebt volgens mij een gyroscoop. Je hebt een... Maar kan je daar ook bij als je een browser hebt? Wel. Ja, het shake event zit erin. Dus ik heb wel fantastische webapplicaties gemaakt die... Als je je browser schudt, dat er dan een random cijfer uitkomt bijvoorbeeld. Oh, ja. Echt heel handig. Oh ja, maar we hebben er ook nog eentje gemaakt voor een vertrekkend collega. Ja. Dat was ook een live succes. Weer voor randoms? Nou, ik had er een gemaakt die random sneukeltjes liet zien. Dat zijn kleine hapjes. En jij had er geloof ik een gemaakt die... Wat is het nou, wijsheden of zo? Oh ja, nee, dan krijg je de contactgegevens van...
mens of zo. Iets oh ja, 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 ja. De alumni shaker. Ja. Ja, nee, daar doen we ook helemaal niks meer mee. God, wat is dan een nutteloos feature gebleken, zeg. Anders dan leuk. Ja. Maar dat kan wel. Ja, je kan, maar dat is volgens mij niet zo heel erg accuraat. Van, nee, je kan niet zeggen van, oké, okay, iemand is nu aan het fietsen of zo. Of, ik zet hem uit, nee. Ja. Nou ja, het kan wel. Ik heb een applicatie die houdt bij of ik beweeg. En ik hou hem, en dan kan je dus aangeven, nou, als je dus langer dan 5 minuten ergens zat, dan kan je daar een naampje aan geven. Dat is een leuke soort van dagboek. Oh, zo om ja. te kijken van waar je geweest bent. Een locatietracker. Ja. En waar die heel goed in is, is gokken wat je doet. Of je loopt, of je rent, of je fietst. Uh-huh. Of dat je in een... Of dat je in een vervoersmiddel zit. En dat doet hij heel goed. Is dat zo'n, ook zo'n caloriecalculator? Dat zit er nu ook bij, maar dat was hij in eerste instantie niet. Ja. Wat vind je daar nou van die quantified self? Want dat is, zo heet dat met een moeilijk woord, hè? Mensen die allerlei data van zichzelf bijhouden. Ja. Is dat iets waar je trekt? Ik vind het wel grappig. Ik vind het zelf wel interessant om te zien. Ja. Ik vind het zo jammer dat het allemaal op één, telkens bij één zo'n plekje staat, weet je wel. Dat je het niet heel makkelijk kan combineren met andere soort data die je genereert. Hier zit een API aan en dan kan je dus gewoon de data, kan je mee doen wat je wil. Ja, precies, ja. Maar kan je, dan ben je nog steeds afhankelijk van iemand die dat voor je regelt. Die uiteindelijk die koppelingen maakt. Ja. Je ziet dat het, ja goed, met de Facebooks en de Googles zie je dat iedereen toch een beetje aan het terugtrekken zijn. Ja, die gaan de andere kant. Die zijn hun eigen internet irritant. Aan het starten. Ja, die zijn een gesloten, ja. Weer gesloten internet aan het maken. Dat is echt heel erg zonde. Ja, maar je ziet ook een tegenbeweging. Je ziet dus ook weer, dus juist heel erg de... het in eigen hand hebben, dat wordt nu heel erg gestimuleerd. En dat is ook wel een logische reactie. Zeker ook als je kijkt naar die spioneringsschandalen in Amerika. Dat gewoon Amerika alles van iedereen weet. Wat er, dus alles wat er via een kabel Amerika binnenkomt, wordt opgeslagen door de Amerikanen. Ja, en in Amerika zelf... doen ze dat, vind ik, dat vond ik zo hilarisch. Dus ze dat niet van het internet, maar wel van telefonie. En dan noemen ze alleen maar de metagegevens. En dat was zo hilarisch, want ze zeiden, daar hadden ze dus een discussie over in het parlement daar. En dan zeiden ze, ja, maar wat zijn dan de metagegevens? En zo, oh, nou, dat valt wel mee allemaal. Dat is eigenlijk alleen maar het tijdstip, het nummer die gebeld wordt en het nummer die belt en de duur van het gesprek. Ja. Dus dat valt allemaal mee. En zei die dus van, of die man die daar zat, zei van, maar waarom zitten daar niet gewoon ook gelijk de namen bij? En dan zei die andere meneer die dat moest verdedigen, zei van, ja, dat mag niet van de wet. We mogen daar geen naam aan koppelen. Maar ze weten toch alles. En die zei ook zo van, ja, maar je kan toch een telefoonboek pakken en die gegevens zijn toch openbaar? Dat kan toch allemaal? Maar ja, nee. Maar dat is best wel een heftig... Die spionerings, of nou ja, spionering, het heeft tot gevolg gehad inmiddels al dat er Amerikaanse diensten die zich met privacy bezig hielden, dat die gewoon gestopt zijn te bestaan. Dus er is een e-mail aanbieder die zich heel erg op privacy richtte. Mm-hmm. Die heeft gezegd, nou, ik kan dat niet. Die had dus blijkbaar dat hij een verzoek gekregen van de Amerikaanse overheid. Om gegevens over te dragen. Oh. En in plaats daarvan heeft hij zijn bedrijf, wat al 10 jaar goed liep, heeft hij gewoon opgedoekt. Wauw. Hij zegt van, nou, ik kan deze dienst niet aanbieden als mij gevraagd wordt om gegevens over te dragen. Ja. Want dat is juist hetgene wat ik niet doe. Dat is juist mijn business. Ja. Dus op het moment dat ik dat wel doe, dan moet ik stoppen met mijn business. Ja. Dat is best wel heftig. En dat bedrijf heeft dat gedaan. Toen heeft een ander bedrijf heeft dat ook gedaan. Maar wat voor diensten zijn er? Is dat een backup service nee, of zo? Nee, dat was een e-mail service. Oh, wauw. En
een secure email service. En endpoint-to-endpoint encryption had, geloof ik, zoiets. Ja, precies, ja. En dus er zijn twee van die diensten die zijn nu gestopt. En er is een andere, gisteren is er een site, Grok Law, die ging over, recht of zo heet dat, rechten. Ja. Over wetten en zo. Uh-huh. En die... die is er ook mee gestopt, omdat die kreeg namelijk heel veel anonieme mails over misstanden. En die werden dan op dat blog werden die dan behandeld. Werden uitgelegd van wat er allemaal aan de hand was of hoe het zat en waarom. Oh. Maar die anonimiteit van die tipgevers, of de vragenstellers, die was heel belangrijk. Dat is een wezenlijk onderdeel van, tja, als je... Je wil dat niet zomaar dat het op straat, of niet zozeer dat het op straat komt, maar vooral. Ja, precies. Dat... Er werden excessen besproken. Ja. En als je dus de anonimiteit van de mensen die mail sturen niet kunt garanderen, dan kan je zoiets niet. Kan je zo'n site niet opereren. Dat is echt heel erg. Dat is echt ook unfair. Dat slaat ook nergens op. Maar het is. Ja. Het is niet zozeer unfair, het is gewoon verschrikkelijk. Het betekent dat we sommige dingen. Dat we geen onderzoek meer kunnen doen naar wetmatigheden. Nee. Omdat we daar nu voor te vrezen hebben. Dat is echt erg. Ja. Dus ja, ik zit te wachten op een tegenreactie. Die komt er wel. Een tegenreactie in de zin van, er gaat nu... In Amerika, van Amerikaanse bedrijven, kan je dus niet meer verwachten dat je daar privacy hebt. Nee. Dat is er gewoon niet meer. Dat is weg. Dus als jij niet wil dat jouw zakelijke gegevens... bekend worden, ja. Of dat je, als jij wilde dat jouw zakelijke gegevens blijven, dan moet je bijvoorbeeld geen Dropbox gebruiken. Dan moet je niks gebruiken van Microsoft. Niks van Google. Niks van Apple. Moet je al die cloud-diensten die ze allemaal nu aanbieden, moet je allemaal niet gebruiken. Ja. Hosting moet je niet in Amerika hebben. Dat is echt best wel heftig allemaal. Ja. En dus ook niet in een bedrijf die Amerikaanse moedermaatschappij heeft. Nee. En wat in Nederland... Dat is een beetje, alle grote mediabedrijven zijn in Amerikaanse handen. Ja, ik denk het wel, hè. Er zijn een paar in Italiaanse handen, geloof ik ook. Maar ik zag trouwens wel dat er dus, als je het dan hebt over die tegenreactie... Ik heb een aantal mensen horen experimenteren met een soort van op BitTorrent gebaseerd mailprotocol. Dus een peer-to-peer mail. Okay, ja. Wat je als je mail stuurt, dan gaat het eerst in een server en die verdeelt het over andere servers. Ja. En dit is zeg maar, dat gaat echt van jouw computer naar de computer van de andere. Ja, ja. En dat is heel zwaar, of heel zwaar, dat valt eigenlijk wel mee, 256 bits geëncrypt. Ja. Dus dat is alleen maar een soort van ongemakkelijke vertraging van het erachter komen wat erin staat. Maar dat is in elk geval wat. Ja. Maar, ja, maar je ziet dus dat soort dingen ontstaan, ook vanuit Europese bedrijven. Ik zag gisteren een nieuw soort chatprogramma, wat een soort van WhatsApp wil worden, maar dan peer-to-peer encrypted. Ja. Dus inderdaad ook gewoon de encryptie gebeurt in de browser of in het apparaat en gaat daarna pas naar de... Ja, WebRTC is daar ook, dat is echt een uitkomst daarvoor, geloof ik. Ja, doet dat ook, hè? Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is typisch ook een protocol wat ze daarvoor gaan gebruiken. Ja. Ja, ik vind dat ook hele fijne ontwikkelingen. Het reset, het laat ons ook nadenken over hele vrij oude systemen om met elkaar te communiceren. E-mail, dat is al van huis uit, is dat een heel, ja, eigenlijk super open protocol waar alles, jouw mail die gaat in theorie door honderden knooppunten in de wereld. En je kan ook voordat het de bestemming bereikt. Je kan ook een e-mail je kan gewoon een e-mailadres gebruiken om iemand te versturen. Ja. Je kan gewoon jouw e-mailadres gebruiken. Ja, je kan dat faken inderdaad. Ja. Dat is vrij makkelijk. Ja. Ze hebben wel mechanismes ervoor om het te verifiëren, maar dat zijn allemaal dingetjes die erop zijn gebouwd en helemaal niet verplicht zijn in de mailprogramma's. Nee. Maar het is, want ja, bijvoorbeeld die backup services, daar zie je nu ook van die handige, ze proberen er wel een beetje omheen te werken. Want wat ze dan zeggen is, weet je wat, jij versleutelt jouw backup op jouw computer.
En dan mag je bij ons gewoon een hele grote blob, zeg maar, opslaan op de harde schijf. Ja. En wij hebben daar de sleutels niet van. Ja. Dus als de overheid of wie dan ook vraagt ja. van, geef die gegevens eens. Dan zeggen ze, nou, alsjeblieft, hier heb je de blob, veel plezier ermee. Ja. Dus, wat ze doen, wat de Amerikaanse overheid mag, die mag dus alle gegevens inlezen. En gegevens die encrypted zijn, mogen ze 5 jaar bewaren. Oh, echt waar? Ja. Oh, oké, zodat ze de tijd hebben om het te... handig. Het is toch bizar. Ik vind het echt zo... Het gaat zo ontzettend ver. Ja. Het gaat ook gewoon beyond... Weet je, de standaard argument is altijd van... ja, maar ik heb niks te verbergen. Ja, fuck die shit. Dat is echt... Is dat drogreden is dat. Maar is dat wel zo? Ja, ik heb heel veel te verbergen. Er zijn best wel geheimpjes, ja. En bovendien, wat ik nu niet hoef te verbergen vanwege de vrije overheid en het geweldige leefklimaat in Nederland, dat kan voor hetzelfde geld ja, binnen een paar jaar zijn afgelopen. Oh, hier mag ik niet in. Oh, oké. Okay. En dat is die... Ja. Die aanname van, ja, nu is het allemaal nog prima. Ja, stel je voor je, dat als je bijvoorbeeld... nou, Rusland is dan misschien een interessant voorbeeld. Dat... Nou ja, homofilie. Ja, dat communicatie over homofilie, of publieke communicatie over homofilie... Dat het mogelijk in aanraking komt met kinderen... Dat dat plotseling, shashank, illegaal. Ja, dus strafbaar. Ja. Gaat gewoon de gevangenis in... Als je openlijk homo bent. Ja, en erover communiceert, geloof ik. Hè? Ja, maar zelfs dus... Ook, maar ook, echt alles kan daar gewoon op. Ja. Dus gewoon openlijk daarover praten... Dat is eigenlijk al homopropaganda. Oh, jongens. Ze zeggen, je mag homo zijn... Maar je mag er niet over praten. Maar daarvoor was het... Nou, waar is daar... Nou, ik wil niet zeggen open, maar... Was daar, zeg maar, geen verbod. Nee. En dat soort dingen veranderen gewoon. En mensen realiseren zich niet dat... Een maatschappij en ook de overheid die daar opdraait of onderdraait, dat verandert. Het en zou best wel kunnen dat het op een gegeven moment verboden wordt om dingen encrypted te doen. Ja. Dat zou me niks verbazen. Dat je, dat strafbaar wordt. Ja, als dat reasonable doubt is, zeg maar. Ja, precies. Redelijke twijfel over je activiteiten. Ja, het is heel erg... Ja, dat is jammer, ja. Hè, dat internet... En je vrijheid wordt het ingeperkt. Het internet is eigenlijk kapot gemaakt. Het heeft verloren. Het open web, het open internet, die open gedachten daarachter. Ja. Dat is gewoon kapot. Vooral dat sentiment. Dat is wel verschrikkelijk eigenlijk. Ja. En waar zou dat dan vandaan komen? Nee, dat komt natuurlijk vanuit die hoe heet het? Paranoia-industrie. Die erop gericht is om mensen angstig te maken. Ja. Dat zijn gewoon alleen instituten die houden zich bezig met angst. Daar verdienen ze op, daar worden ze rijk van. Die hebben er alle belang bij dat mensen angstig zijn en dat er dus draconische wetten. Ja. Hoe meer. Ja. Het is miraculeus. Want het is het inperken van vrijheid. Hè. Blijkbaar. Is mijn vrijheid. Ja, en het is gewoon het geld. Een mooie paradox is ook dat ze zeggen: we doen dit om het vrije Westen. Maar het vrije Westen is er niet meer. Nee. De terroristen hebben gewonnen. Ja, maar vooral om het vrije Westen te veilig te maken. Veilig van wat dat, ook, hè? Je hebt Ja. Sorry. Voor de oorlog tegen terrorisme, de oorlog tegen drugs, de oorlog tegen van alles en nog wat. Het zijn allemaal, of tenminste, in zekere mate zijn het allemaal spoken waar we tegen vechten. Ja. Want er is niet een entiteit. Er gaan meer mensen dood door wandelen dan door terroristen. Ja, of op een hoofd krabben. Ja, dat is heel gevaarlijk. Ja, jongens, en het is vooral, wij zouden hier invloed op moeten hebben. Nou, maar goed, ik denk dus dat er vanuit Europa gaan er nu initiatieven komen. Ik zou ze heel goed onderzoeken of het wel klopt. Ja. Maar daar komen zeker nu dingen als hosted in Europe. Ja. Dingen van, dat is die Duitse WhatsApp, die doet dat. Die zegt, we zijn Duits,
onze eigen open source encryptie. Die zijn daar heel erg... Dat is een van de eerste bedrijven die ik zie. Een ander ding wat ik interessant vind aan dat bedrijf. Je hebt heel veel start-ups die beginnen met een iPhone-app. Uh-huh. Die zeggen van we gaan een... We maken een iPhone-app. Yeah. En daarna maken we een Android-app. En daarna maken we iets voor het web. Ja, precies. Ja. Dit bedrijf die heeft gezegd, nee, we maken eerst een website. Zodat het overal werkt, alvast. Ja, oh. Daarna maken we een... Maar het is wel een applicatie, dat bedoel je het is, toch? Het is, nou ja, het is gewoon een chat-applicatie. Maar natuurlijk werkt dat gewoon in een browser. Want het is gewoon WebRTC. Ja, precies, ja. Daarna is van... Gaan we een app maken en alle bedrijven beginnen altijd eerst met de iPhone-app. Zij niet Android-app. En dat is logisch, er zijn veel meer Android-gebruikers dan iPhone-gebruikers. Ja, precies. Ja. Maar er zijn van die studies die zichzelf bewijzen van dat iPhone-developers het meeste verdienen. Ja, maar dit gaat niet over verdienen, dit gaat natuurlijk over mensen die gebruiken. Je moet gebruikers hebben. Ja, ja. Oh, ja. Ja, zeker met WebRTC. Het gaat toch niet over... Ja. Ja, ja, dat... Een wat langere termijn visie. Ik vind het interessant. Ik vond het dat is zeker interessant. En ook al helemaal dat het kan met die techniek. En dat we blijkbaar ook zo ver zijn dat het internet zo omnipresent is. Hoe heet dat? Overal aanwezig is. Ja. Dat het dus ook een webapp kan zijn. Je ziet iemand heen bij gaan. Je moet nog wennen aan een nieuwe karretje. Ja, precies. Maar ik vind dat is zeker iets waar we in de gaten moeten houden. Want dat betekent bijvoorbeeld ook dat je zomaar Skype kan vervangen. Ja, dit is met een webapp. Dit is een vervanging van Skype. Oh, wauw. Oh, hij doet het al. Er zijn er meer. Want Skype heeft echt een probleem, hè? Ja, maar Skype heeft... Kijk, Microsoft heeft gewoon openlijk gezegd... Wij werken mee met de Amerikaanse overheid. Simpel als dat. Ja. En dat betekent dat alles wat je via Skype zegt... gaat zo naar de Amerikaanse overheid. Ja. Maar vroeger kon dat technisch niet, hè? Nee, maar tegenwoordig wel. Er is een backdoor in Skype. Ja, nee, maar dat niet alleen. Maar vroeger was Skype namelijk een peer-to-peer protocol. Ja. Dus zeg maar, het hele bericht kwam nooit ergens op één server terecht. Ja. Dat werd zo spoedig mogelijk bij jou gebracht. En daarom werkt het heel erg goed. En dat was zo totdat Microsoft het overnam. Ja. Die werkt graag mee met de Amerikaanse overheid. Dus die hebben een centrale server. Dus al jouw calls, en dat is ook de reden waarom Skype ook in kwaliteit iets al achteruit is gegaan. Al jouw calls die gaan nu ook via centrale services van Microsoft. Ja. Nou, en je hebt al meerdere webapplicaties hoor die dat doen. Je hebt voor een of andere Twitter... Het zal wel met een T beginnen, een Twitter chat app. Waar je dus ook videocall kan doen vanaf browser naar browser. Oh, oké. Okay. Echt wel fantastisch hoor. Was dat telefoon? Dat was die telefoon, alternatief voor telefoon, toch? Ik weet het niet precies. Telefoon of zo? Ik zal het even opzoeken. Ja. De link staat hieronder. Hieronder. Ja. Behalve als je op YouTube zit. Oh, daar heb ik een hekel aan. Dan zie je van die embedded video's. Ja. Of neem hem op je televisie bekijkt. En dan zie je mensen zo, like us in the show notes. En dan zie je eronder, ja sorry, maar daar staat mijn kopje koffie. Inderdaad. Dus waar je ook deze bekijkt, kijk naar wasstra.at en daar zie je show notes en aantekeningen. Hele bol ook, als het goed is. Dus, en trouwens, het schijnt, ik hoorde pas geleden dat het hebben van een podcast of een vodcast of wat voor uiting je dan ook hebt... dat winst oplevert voor je merk. Dus als je merk wil versterken... dan moet je vooral ergens een podcast neerzetten. Want, wat zeggen de contentstrategen? Dat is makkelijk... en dat is heel erg snel in elkaar te zetten. Die hebben Peek nog nooit bezig gezien... Nee. Met het editen. En... Ik zat in zo van... Wat? Nou, kijk, wat wel zo is... want ik vind het... ik probeerde van het weekend heb ik geprobeerd een column te schrijven voor Webdesigner Magazine. Dat schrijf ik elke maand. Yeah. En ik wilde dit keer wilde ik het hebben over, over privacy. Uh-huh. En over het feit dat de data van jou bewaard wordt en aan brein wordt gegeven als je een boek leest, een e-book leest. Oh ja, inderdaad. Ja. En
dat ben ik gaan schrijven, maar dat was moeilijk. Want het is namelijk heel moeilijk om dat goed te beargumenteren. Terwijl als ik hier zo even met jou zit te lullen, dan kan ik bla 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 zo. Ja, inderdaad. En als ik er niet meer uitkom, dan hou ik op en ga ik over wat anders lullen. Ja. Heel makkelijk. Ja. Het is dus inderdaad makkelijk om even snel een meninkje in elkaar te lullen. Nou ja, zeker als je er ook vaker mee te maken hebt of je hebt er iets over gelezen. En deze uitwerking, hè, ik bedoel, dit is geen uitwerking. Heel veel van de dingen die ik hier zeg, dan weet ik niet de details van, maar dat doet er ook die niet toe. Die zoek ik later op. Ik kan er wel even over praten, precies. Maar het schrijven van artikelen is veel moeilijker. Ja. Dat is echt hartstikke veel werk. Ja, en dat was zeg maar ook een beetje de oversight van dat artikel of van die hele intelligente contentstratege. Want die begrijpt dus blijkbaar niet dat ze dingen ook een beetje moet voorbereiden. Kijk, dit soort dingen die zijn vrij leuk, maar dat komt ook niet verder dan dat. Heel, dit is gezellig om naar te kijken en om te luisteren. Misschien heb je er zelf ook een mening over. Ja. Maar dat is het dan, een mening heb je dan. Ja. Maar als je nou echt waarde wil toevoegen, en zeker voor je klanten als bedrijf zijnde, ja, dan moet je er gewoon even moeite voor doen. En dan moet je ook echt even diep graven en waarde creëren voor je klanten. Ja. Tenzij die waarde natuurlijk gezelligheid is. Dat is heel makkelijk zo gedaan. Ja, maar goed, kijk, over het algemeen kan je natuurlijk er best wel van uitgaan dat de hoop van de... Ja, als een bedrijf een podcast gaat doen, mm-hmm. dan zal hij wel expert zijn op een gebied. Weet je, je moet wel ergens over kunnen lullen. Ja. Dus dit is toch ook niet alleen maar gezelligheid. Ja, ik vind het hartstikke gezellig om met je te lullen. Het is een fijne uitlaatklep. Maar we hebben het toch ook wel ergens over. Ja, absoluut. Nee, maar... er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld seminars geven of nou ja, goed, artikelen schrijven. En die artikelen die worden op een hele andere manier geconsumeerd. Ja. He, daar zit, eigenlijk heb je daar de lagen van de sfeer en hoe gezellig die dialoog gaat, et cetera. Artikelen zijn ook zoveel prettiger op geschreven tekst. Want ik had namelijk met... je hebt in Amsterdam heb je nu de... tijdelijke beeldenexpositie Art Zuid. Ja. Prachtig, overigens. Erg mooi. Ja, dat is zeker de moeite waard. En die hebben een app. Oh. Dus die hebben een website die is echt ontzettend slecht. Uh-huh. Maar die hebben ook een app voor de iPhone. En daar stond bij en er is meer informatie bij elk beeld. En educatieve dingen en een audiotour. Oh, wauw. Nou, met QR-codes? Klinkt interessant. Ja, volgens mij wel. Weet ik eigenlijk niet. Het klinkt interessant. Ja. Dus ik heb dat ding gekocht. Uh-huh. Voor een app is die redelijk duur, maar ja, 5,50, dat valt op zich mee. Oh, ja. Alleen, er was dus helemaal geen... geen geschreven tekst. Hè? Er stond gewoon alleen maar de naam van een kunstwerk, een klein fotootje en een... En dat was het? Dat was het. En verder moest je dan naar de audio luisteren. Ah, oké. Okay. Nou ja, als ze die audio nou ook hadden uitgeschreven, weet je, dan kan ik gewoon kijken van... Oh, vind ik dit interessant? Kan ik er even snel doorheen lezen? Ja, precies. Audio ja. Kan je niet even snel doorheen lezen. Nee. Dan moet ik luisteren naar een mevrouw die in een rustig tempo aan het vertellen is over een... Ja, daarom luister ik ook nooit naar podcasts. Ik heb dat is wel heel grappig, want ik heb dus, dat is ook een soort van piramideschijf heb je in de wereld. Hè? Laat ik die term even links liggen, want ik weet eerlijk gezegd niet wat het nou precies betekent. Maar een piramideschijf? Piramideschrijven. Dus dat is een manier om je tekst op te bouwen. Ah. En dat betekent eigenlijk dat je direct van wal steekt en... daarna wat context geeft en daarna echt mooie blokken inhoud over het onderwerp wat je wil aansnijden. Ja. En waar je dus bijvoorbeeld op Frank Watching ziet, is dat heel veel artikelen beginnen met steeds meer mensen die bladen de bla bla bla, die bla 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 bla. En dat vind ik niet leuk. En mij verliezen ze al in die eerste drie zinnen die helemaal niet gaan over wat zij willen zeggen. Ja, ja. Je grijpt me gelijk bij de broekspijp en zegt ze van, websites zijn stom, er zit geen droog brood meer in, iedereen moet apps maken. Ja, ja. Nou, dan heb je mijn aandacht.
Ja, ja, ja. Ja. En, oh, die van mij ben je dan al kwijt. Dan weet ik dat je onzin babbelt. Ja, nou, ik ken dat vooral eens van... Get on with it! Ja. Begin, ja, ja, ja. Begin nou met wat je wil zeggen. Dan laten we dat volgende keer ook doen. Want volgens mij hebben wij ook 2 minuten over niks zitten lullen. Ja, wij moeten gewoon af en toe even warm lopen. Ja. We zijn dieseltjes. Ja. Maar dat weet iedereen ook. Dus die spoelen vast gewoon door. Dat kan, hè, jongens. Ik kan gewoon doorspringen. Of de andere kant, op die kant. Zo. Hey, dit is wel een leuke route trouwens. Volgens mij is dit wel een succes. Ja. Ja, in plaats van dat we naar de Wasstraat zijn gereden, zijn we via de stad naar de Wasstraat gereden. Ja, dus we hebben dezelfde route, maar dan een ander beginpunt. Ik zag laatst, gisteren zag ik iets raars. Onze collega Wiebe, die had het over unboxen. Er zijn een heleboel, zeker op YouTube, zijn er een heleboel... Oh ja. Filmpjes die gaan over het openmaken van de verpakking van gadgets. En Wiebe vond dat, geloof ik, maar een... die was buitengewoon verbaasd erover. Die had ik nog nooit gezien. Ja, verbaasd is een eufemisme, geloof ik. Het was voor hem een soort van de half erotisch blijken van materialisme. Niet, ja, dat hij, niet dat hij daar tegen is, maar... Dat het naar de wereld vergaat. Dat was een beetje zijn conclusie ervan. Ja, inderdaad. Zo erg vond hij het. Maar hij gaf daar dus een voorbeeld. En dat vond ik heel erg interessant. Dat was een dame die alles fluisterde. En die was dus een verpakking aan het openen van het een of het ander. En tegelijkertijd was hij constant aan het fluisteren. Wat ze zag. En was het een verpakking. Het ging op die manier. Ik kan er niet tegen, maar dat terzijde. En was het dus, ook de verpakking was ze aan het bekrabbelen met de nageltjes. En dat was de hele video. En ik zat er zo van, wat is dit in hemelsnaam? Waar kijken we nu naar? Ja. Maar dat blijkt dus een ding te zijn. En het heeft ook een naam. En ik dacht eerst van, die dame die... Zullen we die camera eraf halen? Of zo? Proberen met de Wil je het een keer proberen? Ja, het is niet mijn camera. Ja, dan moeten we een nieuwe kopen. Ja, laten we maar proberen. Echt waar? Ja, waarom niet? Nou, zullen we vragen? Of een antenne doen ze ook een ding. Ja, ik haal hem er wel af. Ja, ik denk dat hij eraf gaat. Maar goed, ze noemen dat dus ASMR. Zoek het op, jongens. Ze zegt hilarisch om gewoon even uit te zoeken. Het zijn dus mensen die allemaal zo praten. Nauwelijks verstaanbaar zijn. Oh, het zo praten heeft ook een naam. Nou, eigenlijk dus de fascinatie van... Het gaat dus over een soort van fascinatie van hele zachte geluidjes. En dat dat een hele prettig gevoel opwekt in je hoofd. En ja, het is een ding. Ik vond het wel hilarisch. Maar ik ergerde me dood aan, want ik hou er niet van als mensen fluisteren. Ik heb een boek... Zo'n audioboek en die was ik begonnen. En die dame die fluisterde dus alles op deze manier. En serieus. Daar moet je dan 4 uur naar luisteren. Echt waar, man. Dus ik heb het boek gewoon niet gelezen. Het schijnt een heel goed boek te zijn. Maar... Hey, jij leest geen boek. Dat vind ik echt grappig. Jij leest helemaal niks, toch? Ik lees best wel wat. Gebruik je ook een screenreader? Nee. De screenreaders die werken niet voor mij. Okay. Ik vind het heel fijn als er een... Mannen of vrouwenstem. Zal ik hem even eraf halen? Oh ja, dat moet je jezelf wel losmaken. Nou ja. Even kijken. Kijken of het de eerste keer voor hem. Mag ook wel eens keer in de 30 keer, hè? Dat doe ik ook eens wel. Ja, precies, ja. Maar die... Ik lees dus inderdaad... Ik luister mijn boeken. En het acteren... Van die het acteren door die voorlezers, zeg maar, dat vind ik heel erg fijn. En vaak is het gewoon dat ze de zinnen op een goede manier uitspreken. Dat werkt niet met screenreaders op een of andere manier. Nee, dat zijn robots die wat voorlezen. Ja, en die kunnen geen intonatie en die kunnen het ook niet het wordt wel spannender maken of zo. Nee, die maken niks spannend. Nee en daar zijn die voorlezers, die zijn er best wel goed in.
Dus dat. Maar ik ben er ook achter dat de Kindle ook wel een interessant... Of e-readers. Specifieke e-readers. Dus niet tablets of zo. Ja, misschien ook een beetje. Maar dat zijn hele fijne manieren om ook boeken te lezen. Omdat je niet kan zien hoe ver je bent. Ik zit altijd... Er staat meestal wel een progress bar bij. Ja, maar dat kan je uitzetten. En dat is heel erg leuk. Want ik zit altijd zo... Ja, dan zit ik met zo'n 3,5 kilo boek. En zeg maar, waar moet ik dan stoppen? En moet ik wel stoppen? Komt er nog meer? En dat heb je met zo'n e-reader heb je dat helemaal. Die kan je gewoon zeggen, nou, maar dit was wel genoeg. En dan stap je ermee. Of je blijft juist hangen, omdat je ook niet ziet hoe lang er nog verder doorgaat. Okay. Dus de leeservaring is echt heel erg anders. En dat is mij wat... Ik zie ze ook niet minder worden. Maar ik vind het altijd zo interessant dat er dan staat... nog zoveel pagina's. Ja. Pagina's? Of ja, het weet je. Ja. Hoezo? Het is nu eigenlijk meer zoveel procent nog. Of ja, zo, toch? Volgens mij doet Android... Of hoe heet het? De Kindle? Kindle doet het toch? Ja, die laat het beide zien. Hij laat ook zien over hoeveel paginaatjes je nog moet maken. Ja. Maar ze zijn nog niet zo ver om dat het ook beter eruit ziet of zo. Of dat je daar plaatjes echt op een goede manier integreren. Dat is echt, dat blijft nog heel erg achter. Het kan wel. Dat doet bij een boek apart worden video's gedaan. Hoi, ja. Mag ik de basis was? Sorry? Basis was dat je wil? Ja, sprachtbij. Naar binnen. Kijk eens. Deze Mercedes zijn van de afgelopen. Wat krijgen we opmerkingen over onze Mercedes? Geen idee. Helemaal goed. Met een mooie flyer. Oh jee, content. Hop! Client. Anders missen jullie, jongens. Hop! Zo dan. Oké, komt u bij ons eten. Gratis fles wijn bij een boeking. We krijgen gelijk. Verdienen ze hier ook geld mee? Wat is een businessmodel? Ja. Beroepsdeformatie, jongens. Dat heb ik dus helemaal niet. Ik heb daar eens over zitten nadenken tijdens een vakantie. Mm-hmm. Uh-oh. Als mij heeft er iemand iets gedaan wat wij vorige keer deden? Nou, nee, toch niet. Jij hebt geen beroepsdeformatie. Nou ja, heel sterk. Maar ik heb niet ik heb een heel erge beroepsdeformatie, juist. Uh-huh. Mij kan alleen maar mijn vakgebied wat schelen. En de rest eigenlijk niet, ben ik tot de conclusie gekomen. Ah, okay. De business? Ja. Dat is interessant. Daar heb je niks mee. En dat is best een beetje raar natuurlijk, hè? Ontwerpbureau werkt. Ja. Nou, ja, ik ben de, ik heb dat ook. Maar, ik vind maar de theorie dus interessanter dan dat je er... Dus als ik naar oplossingen zoek, dan zoek ik naar oplossingen om het technisch zo goed mogelijk te maken. Of qua usability zo prettig mogelijk te maken. Ja. Maar niet zozeer... Ik ben minder geïnteresseerd om het zo winstgevend mogelijk te maken. Dat ja, precies, ja. Doet mij niet zoveel. Maar dat is toch eigenlijk die twee designen, die horen parallel aan elkaar te staan, toch? Nee, niet altijd. Nee hoor. Goede usability is niet vanzelfsprekend goed voor de business. Heel veel, je hebt dark patterns niet voor niks. Dat is juist. Dus marketing is vaak redelijk evil. Ja. Dark marketing. Bestaat dat? Je hebt dark patterns. Oh, dark patterns? Waarbij je hebt bijvoorbeeld heel vaak aan het eind van een bestelflow staat er onderaan, vink dit aan om akkoord te gaan met onze voorwaarden. Yeah. En vink dit niet aan om wel geen nieuwsbrief te krijgen. Ja, zie je, inderdaad, op maandag. Ja. Ja. En dan staat hij wel aangevinkt. Ja. En dan zo, wat moet ik nu? Ja. Wat
Dat zijn dark patterns. Oh, oké. En die worden heel veel gebruikt. Maar die worden inderdaad niet gezien als een sympathieke toevoeging van een manier van werken, toch? Nee, dat is geen... dat zijn de dingen wat ik niet wil, waar ik niet in geïnteresseerd ben. Maar dat is wel heel veel geld verdienen. Ja. Goed, misschien is dat natuurlijk op lange termijn is dat geen... Ja, of misschien wel. Dat is korte termijn winst natuurlijk, hè? Ja, je bedoelt dat mensen dan toch op een gegeven moment zeggen van... Oh ja, nee, dit... Wat een klein bedrijf, daar ga ik nooit meer naartoe. Ja, precies. Ja. Maar aan de andere kant is het ook dat mensen steeds aan meer dingen gewend raken. Ja. Dus ook aan die dark patterns. En dat is even, nou ja, daar lees ik overheen. Hè. Ik bedoel, als mij het is de banner, is het meest voor de hand liggende dark pattern wat er is. Ja. Mensen lezen er gewoon omheen. Ja. Maar misschien is het nog steeds heel erg succesvol. De reclames op televisie, nou ja, ik weet niet hoeveel mensen die kijken. En mensen zeggen wel van ja, dan ga ik even naar de wc of daar let ik helemaal niet op. Maar toch in de tussentijd zijn ze wel. Mensen hebben het over de reclames die ze zien. Maar dat zijn de leuke reclames. Ja. Dus de vraag is, misschien moeten ze gewoon leuke content maken. Ja, dat is ook weer grappig, want daar is dan ook weer de theorie over. Er was een tijd geleden vroeg iemand aan me van, die hadden het ook over reclames. Ja. Dus ja, die reclames, dit moet al meer dan 10 jaar geleden zijn geweest hoor. Van die reclames over even Apeldoorn bellen, die zijn goed. Ja. En toen vroeg hij, weet jij welk bedrijf dat is? Ja. Ik denk, nee, weet ik eigenlijk helemaal niet. Nou, slechte reclame dus. Ja, ineffectief. Ja, want je weet helemaal niet wie. Ja, iets met verzekeringen, maar wie? Elke verzekeringsmaatschappij zijn. Ja, eentje die in Apeldoorn zit. Ja. Een hele slechte... Ik vond het wel grappig. Maar dat zou je dan kunnen uitzoeken van welke dat dan is. Als je denkt van, oh, dat vond ik een sympathieke reclame. Maar ja, dan is het nog steeds een vraag. Ga je dan misschien toch weer opnieuw vergelijken op Independer of zo? Dat zou je nu doen. Die bestond toen nog niet, 10 jaar geleden. Ja. Maar ze doen het nog steeds. Mijn theorie is nog steeds dat een heleboel mensen met een vingers in de oren zitten. En stiekem doen alsof reclames werken. En dat het een soort zichzelf in stand houdende mythe is. Omdat iedereen er geld aan verdient en iedereen is er eigenlijk best wel tevreden over. Er wordt heel veel geld mee verdiend en daarom echt de... Je hebt de... Er is nu een strijd gaande tussen... privacy, liefhebbers en reclame mensen online. En dat is echt dat is gewoon een strijd geworden. Dat is niet meer vriendelijk. Het was als dialoog begonnen. Er was een dialoog over de do not track standaard. Ja. Waarin mensen in de instelling van hun browser kunnen aangeven, ik wil niet gevolgd worden. Uh-huh. En eigenlijk hebben de reclame mensen hebben gewoon gezegd, we trekken ons terug en we negeren dat. Ja. Of we hebben een nieuwe definitie van wat tracking betekent. Oh ja, dat is de mooiste. Ja. Dat is het nieuwe definiëren. En niet tracken betekent wel tracken. dat is de nieuwe definitie. Maar dat is best wel heftig geworden, die discussie. Ik hou van die mensen. Dat is zo leuk hoe ze dat allemaal doen. Nou, ik vind het verschrikkelijk dat soort mensen. Ik kan me dat dus niet voorstellen dat je zo bent. Oh, ik heb mezelf helemaal ingebouwd. Sorry, ik ga even dat ding opzetten. Ja, dat gebeurt wel meer. Dat heeft ook de Amerikaanse overheid heeft dat ook gedaan met de definitie van... volgens mij is de definitie van privacy is veranderd. De definitie van... op het gebied van spioneren heeft de Amerikaanse overheid ook echt heel veel nieuwe definities. Oh, echt waar? Ja. Dus zelfs eigenlijk is de definitie van ja is nee geworden ook. In sommige gevallen. Ja, er is ook echt een... Hallo. Oh. Zo. Nu ben ik te verstaan, hè? Ja. Jij ook? Ja, denk het wel. Ja, ik geloof het ook.
Ja, dat herdefiniëren van termen, dat komt heel vaak voor. En er is zelfs een theorie dat in de politiek met name, maar ook in het bedrijfsleven, dat leiders dan precies het tegenovergestelde zeggen als ze dus zeg maar iets bedoelen. Dus ze zeggen van, wij hebben geen belang bij het volgen van mensen of bij het leefgedrag van normale mensen, maar wel die van terroristen, dan bedoelen ze het tegenovergestelde. Ja. Maar dat is dus ook zo. Dat komt heel vaak voor en dat wordt dan op een gegeven moment ook bewezen in de geschiedenis. Dat ze zeggen van, weet je wel, hij zegt het een, maar uiteindelijk zitten we nu in een situatie waar evident is dat hij het andere heeft bedoeld. Ja. Dat is heel erg, dat is op zijn minst interessant. Of het ook echt eerlijk is, ja. Maar let er maar eens op voor de grap. Ja. Kijk maar eens in de kranten van 3 jaar geleden. Of vlak voor een verkiezing bijvoorbeeld. Ja, nee, maar daar hoor je echt mensen beloftes doen. Dan denk je van, really, echt waar? Ik zie nu iets heel erg anders gebeuren. €1000 zouden we krijgen van... onze collega wachten nog steeds op wat. Ja. Iedereen. Als je mij vertelt, want Wiebe heeft al zeker meer waard dan die €1000. Ja. 1015 hadden we uitgerekend, toch? Inmiddels. Ja, precies. Ik had vandaag trouwens 1337 volgers op Twitter. Jee, lied! Ja. Heb je nou ook je... Eindelijk, ik heb daar echt weken op gewacht, hè. Bleef maar rond 1330 en dan gingen weer een paar af en weer een paar bij. Oh. En ineens keek ik vandaag 1337! Yes! Op Twitter ik laat lokken. Ja, nu geen nieuwe mensen meer. Stoppen met Twitter. Ja. We hebben ons doel bereikt. Ja. Ja, het werd niet door iedereen begrepen, geloof ik, hè? Nee, niet iedereen weet wat 1337 is. Nee, inderdaad. Look it up. We hebben de interwebs. Die zijn er geweldig voor. Ja. Ja. Nou, ja, ik denk dat we moeten weer een beetje inkomen, heb ik het idee. Volgens mij was dit niet de beste wasstraat ooit. Nee. Maar ik ben wel blij dat ik weer eventjes... Kan we weer rondjes rijden. Ik kan nou hoeren over de dingen die ik de afgelopen tijd heb gelezen. Ik ben trouwens ook 2 weken in Frankrijk geweest. En dan was ik volledig offline. Oh, heerlijk. Compleet offline. Het was wel grappig, want ik was bij een... op een klein campingje. Ja. Waar ik zelf in een tent met... of gewoon in een huis zat. Ja. Maar dat was op 1 plek was er wifi. Dat was dan vlakbij het woonhuis van de eigenaar. En daar had ik uitzicht op vanuit mijn huis. Dus de hele tijd zag je daar, vooral vaders, zag je daarheen komen wandelen. Uh-huh. En die gingen dan eventjes naar hun telefoon kijken. Maar dat was wel een open wifi-punt. Ja, en vaak met een klein kind aan de hand. Ja. En dan gingen ze eventjes mail checken of eventjes... En dan zo'n kind dat aan papa sleurt. Ja, gaan we nou voetballen? Papa blijft bij het wifi-punt. Dat is echt wel opvallend. Dat is grappig. Leuk zeg. Ja, ik ga binnenkort op vakantie. Dus ik ga even mijn kindeltje laden. En dan, extreem offline. Nou, mooi. Lijkt me een heel goed idee. Goed. Dus, nou jongens, we zijn er weer. Op de nieuwe locatie. Doei! Dag!